Kerna Noord is een van de gebieden in de gemeente Ede waar in de toekomst huizen worden gebouwd. Om tot een goede ambitie voor Kerna Noord te kunnen komen, zijn we afgelopen maanden onder andere door middel van persoonlijke gesprekken, een informatiemarkt en een enquête met omwonenden en betrokkenen in gesprek gegaan over de toekomst van Kerna Noord. Deze gesprekken hebben we gevoerd aan de hand van 4 verschillende varianten. De 4 varianten voor Kerna Noord hebben ons geholpen een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Zoals inzicht in wat er wel of niet kan qua verkeer, behoud van groen en woningen. Alle input van de informatieavond en de enquête hebben we samen met de afwegingskader van de Omgevingsvisie 2040, een milieukundige beschouwing en een financiële verkenning meegenomen in de schetsen voor Kerna Noord. Deze nieuwe variant noemen we de Groene Woonvallei. In de Groene Woonvallei komen de sterkste aspecten van de 4 varianten samen. Dit resulteert in een wijk met voor ieder wat wils. In Kerna Noord woon je straks in een bijzonder mooi stukje Ede. Je herkent wat er ooit was. Oude houtwallen en slootjes, de vroegere boerenerven die dienst doen als kinderopvang, horeca of stadslandbouw en bomen die er al jaren staan. Je woont altijd dicht bij het groen, want wat al het leven in de voorkeursvariant verbindt, is het landschapspark midden in de wijk die zich uitstrekt van oost naar west. Speeltuinen, sportveldjes voor jong en oud, een collectieve tuin brengen de buurt samen en geven een gevoel van saamhorigheid. In Kerna Noord leef je op een duurzame manier, onder andere door lokale opwek en opslag van duurzame energie. Het is een wijk voor iedereen. Met geschakelde woningen of rijtjeshuizen in buurten en hofjes, maar ook moderne appartementen en studio's. We hebben 7 ambities voor Kerna Noord geformuleerd. We gaan 2500 tot 2700 woningen realiseren en richten ons vooral op woningen voor gezinnen en ouderen. We verwachten ongeveer 25% appartementen te bouwen en 75% grondgebonden woningen. Ook zetten we in op betaalbare woningen waarvan 30% sociale huur en 10% sociale koop op koopgarantwoningen. Hiermee dragen we bij aan de woningbouwopgave van Ede en onze regio. We hebben veel teruggehoord dat het huidige landschap van Kerna Noord heel mooi is. De nieuwe woonwijk wordt gebouwd met respect voor dit landschap. Zo behouden we de houtwallen en andere landschapselementen. We zorgen voor een goede overgang naar het landschap door bijvoorbeeld de randen van de wijk minder en lager te bebouwen. Kerna Noord wordt een gezonde wijk door in te zetten op de ruimte voor groen, sport en spel, bewegen, ontmoetingsplekken en maatschappelijke voorzieningen. We zetten in op de fiets en wandelen. Er komt een goed netwerk van fietspaden in en buiten de wijk. Parkeren wordt geclusterd dicht bij huis in buurthubs. Autoverkeer wordt voor een groot deel ontsloten via de westzijde door een tunnel onder of een viaduct over de A30. Een kleiner deel, maximaal 600 woningen, rijdt via de Luntersweg. Een nieuwe woonwijk en natuur gaan in Kerna Noord hand in hand. We behouden planten en dieren die we kunnen integreren. De soorten waarvoor dit niet mogelijk is, worden op een andere plek gecompenseerd. Ecologische verbindingen naar de omgeving zijn hierin essentieel. Natuurlijk is Kerna Noord een wijk voor de toekomst. De wijk wekt minimaal zelf zijn eigen energie op of wordt energiepositief en Kerna Noord belast zo min mogelijk het net. Er wordt zuinig omgegaan met water en het water wordt zo lang mogelijk vastgehouden in het gebied zelf. De ontwikkelingen van Kerna Noord nemen langere tijd in beslag. En daarom is het belangrijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Dit vraagt om een flexibel plan. Dit is onze ambitie voor Kerna Noord. Deze 7 ambities leggen we nu voor aan de gemeenteraad. Zij gaan hier naar verwachting in juni een besluit overnemen. Een gebiedsontwikkeling met deze omvang kost tijd. De verwachting is dat we in 2028 de eerste woning kunnen opleveren.